Doorkomt van Sergei Savatsky, de Rus. En zoals gebruikelijk, als alle Russen, ook hij een vechter van formaat. Ze hebben er zoveel daar. Steek gewoon een blik open en dan komt er weer een nieuwe jonge ster naar voren. Sergei Savatsky. Hij is er klaar voor. En dat moet hij ook wel zijn, ook, want zijn tegenstander is geen geringe man. Savatsky. Nou, we zullen het gaan zien. Want hij draait tegen iemand die ook goed gewandeld weet. Maar eerst kijken we even naar wat beelden van deze Savatsky in de kooi. En die liegen hij niet om. Zijn tegenstander, niemand minder dan Habib Bensalah. Jawel, voormalig Thaiboxkampioen. Bokser. Boxer ook dat. Nu dan zijn entree maken hier in de Mixed Fight Ring. Een man die alles kan. Een man die gelouterd is in de ring en al jarenlang als vechter door het leven gaat. De Prins Habib Bensalah. De vraag is natuurlijk, zal die in staat zijn om het vaartgoede grondwerk van die Russen te weerstaan? We hebben Savatsky juist gezien. Savatsky is een vechter die heel veel staan doet. En dat is uiteraard in het voordeel van Habib Bensalah. We kijken naar opnames van Bensalah van vroeger, toen hij als thaiboxer actief was. En ook toen was hij een van de allerbeste. Peter Dijkman inspecteert de handschoentjes en de aanwezige bescherming. En we kijken even naar de tail of the tape. 1,78 voor Savatsky, 1,82 Bensalah, 72 om 78 kilogram. En dan kan dit gaan beginnen, dit spektakel. Want het belooft een leuke wedstrijd te worden. Nogmaals, de Russen kennen we als uitstekende grondvechters die met name in het shooten en het duiken die benen heel sterk zijn. En dan datgene gaan doen waar ze goed in zijn, namelijk op de grond gaan opbouwen. Bensalah is een staande vechter natuurlijk. Maar ook Savatsky zagen we juist in die kooi bezig. Een eindeloze conditie en veel stootwerk. De low kick van Bensalah. Bensalah, de man op de rug gezien nu. De wat lichtere man, dat is Savatsky die soepele beentechnieken heeft. En daar moet je maar durven voor in die ring daar zo. Daar zou hij ook niet verschrikken, want in de clinch is Bensalah gelouterd door zoveel thaiboxwedstrijden. Weet dat hij zijn gewicht laag moet houden, dus zijn benen moet zakken. Als hij omhoog gaat, dan tilt Savatsky hem eruit. Nu eroverheen en in de mount. Savatsky zit in een goede positie daar. En nu moet hij kort bij hem blijven. Hoe meer ruimte hij hebt als je tegenstander in jou, dus meer kan hij gaan stoten. Want we mogen hier dus slaan naar het hoofd op de grond. Ja, de hoeken uit de wordt gevraagd, maar problemen hier voor Habib Bensalah.
probeert nu door zijn buik omhoog te gooien om te kantelen. Maar dat wordt lastig. Hij moet blijven bewegen. Dat is goed gedaan door Benzala. Maar die rust zit bovenop en daar kan hij gaan scoren. Gelukkig zijn er weinig voltreffers. Anders had de referee waarschijnlijk ingegrepen. En dan krijg je een 8 tellen. Om zijn middel blijven, bij blijven. Vooral dat. Het duwen van Savatsky. Die zet zijn hand tussen. Maakt weer ruimte. Ja, ze zijn heel cool, die Russen. Ze zijn heel cool. Nou, op zijn rug nu. En nu, ja, kan hij door. Hij kan door nu. Benzala nu er knap uitgekomen. Een beetje fortuinlijk daar. Maar nu in de side mount. Aan de zijkant kan nu gaan stoten. Overeen meteen. Het publiek reageert meteen op deze situatie. De stoten van Rabi Benzala. Benzala stoot hard. En veel. En heel veel. Goed werk daardoor. Savatsky moet blijven liggen daar. Benzala, oude keten nu, gaat door. En weer kijken, linkerhoek, rechtshoek, alles is raak. En dit zijn stoten die tellen hard. Die tellen zwaar. Het zijn voltreffers. Een hele spectaculaire draai van de wedstrijd. Daar waar iedereen dacht van nu gaat hij eraan, Benzala. Draait hij zich om, weet hem onder zich te krijgen, half onder zich. En Savatsky moet alleen maar verdedigen. Handen hoog en krijgt nu waarschijnlijk 8 tellen. Ja, en terecht. En wat zeg ik? Wel meer ook. Wel meer ook. Kijk eens aan, Benzala. Ik heb gewonnen. Hij wil niet meer, hij kan niet meer. De afgelopen uit. De tellers waren te hard. Want hij, Benzala, is een man die een loeierharde punch in huis heeft. Geweldig gedaan. Habib Benzala, een man die bleef geloven in zichzelf. Een man die uit een moeilijke positie terugkwam. En met keiharde mokerslagen een einde maakte aan het verhaal van deze Rus Sergei Savatsky. Hij was niet bestand tegen de stoten van Benzala, die bleef kijken. En variëren sloeg. En vooral raak sloeg. Oh, ja, hij verdient een applaus, dames en heren. Hij verdient een applaus. Hij wordt een beetje opgelapt door zijn broer. De ringspeaker Dennis de Preter zegt het juist. Hij verdient het applaus. En voor de prijs wil ik graag uitnodigen voor de prijsuitreiking Igor Kligen. Nog eenmaal de beelden van de wedstrijd. Dit Texas, was te veel van het goede voor Sergei Savatsky. En Habib Benzala wint deze wedstrijd door interventie van de scheidsrechter. Want Savatsky was in geen conditie om verder te gaan. En de winnaar, dames en heren, de knockout, de Pants, Habib Benzala. En natuurlijk ook een sportief applaus, dames en heren, voor Sergei Savatsky.